Het beurtschip ligt in het dorp Smilde, midden in een woonwijk. En vanuit hier ben je gelijk in het groen en in de omliggende weilanden. Deze kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met een vorm van dementie is overzichtelijk en geeft een beschermd en knus gevoel. Hoe zorg je er nou voor dat nieuwe bewoners zich hier ook echt thuis gaan voelen? Voordat iemand in het beurtschip komt wonen, willen we die graag beter eerst leren kennen. En dit doen we door zoveel mogelijk op huisbezoek te gaan. Tijdens het huisbezoek kijken we naar de omgeving en ook naar de gewoontes, wat iemand gewend is. Bijvoorbeeld als iemand gewend is uit één kant van het bed uit te stappen, dan kunnen we daar ook rekening mee houden. En op die manier proberen we de overgang zo flexibel mogelijk te laten gaan, zo prettig mogelijk te laten gaan. En ook familie hierbij te betrekken, dus we vragen ook familie naar gewoontes. Kun je iets vertellen over de appartementen? De appartementen zijn mooi licht en ze hebben allemaal een eigen wc en douche. En ze kunnen van huis uit spullen meenemen zodat het ingericht wordt zoals ze thuis vroeger ook hadden. Zodat ze het echt thuis gaan voelen. We staan in de gezamenlijke huiskamer van Beschermd Wonen. Ja. Wat doen jullie hier zoal? Nou ja, wij zorgen 's morgens dat ze natuurlijk lekker fris uit bed komen. En dan gaan we 's morgens met ze koffie drinken. En ik zet meestal even de televisie aan. Dan hebben we leuke filmpjes of anders zet ik er een muziekje bij wat ze leuk vinden. Zo af en toe doen we een spelletje voor de bewoners die dat leuk vinden. We hebben één bewoonster die houdt heel erg van Rummy Cup. Dus dan doen we Rummy Cup samen met haar. Eén bewoonster die vindt het nog wel leuk om aardappels te schillen of een wasje op te vouwen. Dus ja, het zijn eigenlijk gewoon een beetje de dagelijkse activiteiten waar we de mensen nog een plezier mee doen, zeg maar. En zo hebben we elke week ook een muziekagoog en die komt dan 's morgens met de bewoners zingen. Nou, dan fleuren de bewoners helemaal van op. Dan zingen ze liedjes mee van vroeger, dat ze al jaren geleden, dat kennen ze dan nog steeds. Dus ja, je kan echt zien dat dat echt heel veel doet voor de bewoners, zo'n muziekagoog.